Leuk dat je weer bij een nieuwe video bent. It's time to talk. Nou, waar gaan we het over hebben? Ik heb in de klasse L2 met Bokke de regiokampioenschappen gereden in Zuid-Holland. De regiokampioenschappen zijn de voorbereiding op het NK, de Hippiade. En het liep dit jaar natuurlijk sowieso een beetje anders, ja. Want normaal heb je eerst de kringkampioenschappen. Dus dat is van ons stukje, een aantal dorpen in Zuid-Holland. Dan word je bij elkaar gevoegd en dan ga je daar eerst strijden. En dan kan je ook kringkampioen worden en dan mogen de beste door naar de regio. Nu was het vrije inschrijving voor heel Zuid-Holland voor de regio. Ja. Dus dat betekent ook dat er 3 L2 groepen waren met 20 deelnemers, dat er 60... Wat ik dus ook redelijk spannend vond, want we weten Bok is een hengst. En Bokke heeft ook gedekt en Bokke kan ook best wel hengst zijn. Dus ik van eerdere regiokampioenschappen weet ik dat het altijd op het voorterrein best heel druk is. Heel druk en klaar en dicht op elkaar. En krap en dicht op elkaar en 3, 4, 5 ringen. Dus dat wat ook natuurlijk is dat mensen heel gespannen zijn op zo'n regio. Iedereen heeft daar spanning en stress. Dus dat was voor mij ook best wel even een challenge dat ik dacht, hoe gaat hij daarop reageren? Ja. Als voorbereiding daarnaartoe ben ik eigenlijk de week ervoor en de week daarvoor op wedstrijd geweest met Bokke. Om te zorgen dat hij al op ander terrein geweest is. En dan heb ik expres ook terreinen uitgezocht die weilanden om de bak hadden met paarden erin waar dingen gebeuren. Ik had natuurlijk ook naar hele rustige stallen kunnen gaan, die zijn er ook. Maar juist om hem een beetje uit te dagen en te proeven hoe hij op ander terrein is, ben ik naar terreinen toe gegaan waar heel veel gebeurt. En ja, daar reageerde hij eigenlijk heel goed. Onze eerste wedstrijd had hij echt met vlag en wimpel. Hadden we meteen 2 keer eerste en 4 winstpunten. Ja. De tweede wedstrijd was met allemaal weilanden eromheen en met veuletjes. Daar was hij wel iets meer daarop gefocust. Waardoor ik af en toe een klein beetje zijn concentratie kwijt was. Maar had hij toch ook nog weer een mooie tweede plaats en mooie winstpunten behaald. Ja, dat was ook wel de bevestiging om naar de regiokampioenschappen te gaan. Ja. Want ja, als je een paard hebt wat het leuk doet, dan is het altijd leuk als ervaring om daar te rijden. Maar in principe ga je wel naar de regiokampioenschappen, nou ja, dat omdat is je daar ogen wil gooien. Ja, wat je zei, normaal heb je natuurlijk je kringselecties en werk je daar helemaal naartoe. Maar door de pandemie die we hebben gehad van het jaar was eigenlijk 0 wedstrijden. 0 dat je ergens anders kon rijden. En ik heb me eigenlijk gewoon ingeschreven voor de regio, dat ik dacht, we zien het wel. En toen werden de wedstrijden uitgeschreven. Ik denk, dan ga ik ze inschrijven. Ja, je hebt natuurlijk geen wedstrijdervaring, want je bent niet op wedstrijd geweest, want dat kon niet. Maar goed, je kwam daar aan. En toen? Ik was erbij. Maar ja, jij was erbij. We waren er samen. Ja. Steve is aan gaan melden, zodat ik bij Bokke bij de trailer kon blijven. Want ik weet dat als hij alleen staat, dat hij en zijn halster afdoet. Hij is toch een Fries. Friezen hebben een tikje, die doen graag de halster af. Dus Bokke ook. En dat hij dan best wel een beetje kan gaan stampen. En op zo'n wedstrijd, hij ziet paarden door het raampje. Er lopen paarden, er hinniken paarden. Dus daar reageert hij dan natuurlijk op. Dus ik ben bij hem gebleven om te zorgen dat hij niet alleen is. Heb ik lekker alvast gepoetst. Rustig opgezadeld. Wat? Ik heb last van vlieg. Oh. Ja, gezorgd dat echt in het wagentje alles al voor elkaar is. Dat ik buiten het wagentje alleen nog op hoefde te stappen en naar het voorterrein hoefde te lopen. Voor de zekerheid heb ik dan altijd een longeerlijn bij me. Want ik weet als Bokke heel erg gespannen is, zijn reactie als hengst is dan dat hij een keer met of een voorbeen kan slaan of kan stijgeren. Niet alleen Bokke doet dat, maar de meeste hengsten die hebben die... Nou ja, het is niet dat ze het altijd doen, maar je moet erop voorbereid zijn. Ja, je moet erop voorbereid zijn. Dus ik heb altijd een longeerlijn bij me. Die klik ik aan het hoofd al vast, zodat je, als er iets gebeurt, dat je een beetje spanwijdte hebt. Ja. Dat je reactieruimte hebt. Dat ging eigenlijk goed. Hij kwam eruit. Dus eruit, ik ben meteen opgestapt. Ik zat je moet dan ook niet twijfelen. Niet treuzelen. Gewoon opstappen, gewoon meteen gaan zitten en naar het voorterrein. Daar ging hij best wel even zo met zijn nekkie zo. Hallo, allemaal paarden. Dus ik heb ervoor gekozen om niet in te stappen, maar juist direct eventjes zijn aandacht weg te nemen en een aantal overgangen te maken. Totdat ik merkte dat hij wat kalmer was en toen ben ik rustig gaan stappen, dat hij wat meer bij kon komen. Ja, het heeft dan ook niet zoveel zin. Nee, want dan gaan ze juist alleen maar opfokken. Dus eigenlijk meteen gezorgd dat even die spanning ervan afrijden. En volgens mij hebben we vooral in het losrijden veel overgangen naar stap gedaan, weggedraafd om goed te zorgen. Werkt de rem, werkt het gas? Wijken hebben we gedaan. Ja, niet te veel. Nee, overgang galop. Dat echt op de volte even goed gesloten. Je hebt ook niet te lang losgereden. Nee. Want dat is met de Fries natuurlijk toch wel. Die verzuurt eerder dan dat de KWPN verzuurt. Dus daar moet je rekening mee houden. Oh, is ook het wel Bokke, hè? Ja, maar goed, het is nog steeds technisch gezien. Ja. Of er is bekend dat een Fries gewoon eerder in zijn spieren verzuurt dan een KWPN'er.
Dus zeker als er spanning of stress bij komt, moet je daar gewoon in je losrijden wel... Ook al heb je een vlotte vries, rekening mee houden. Ja, daar rekening mee houden. Ja, anders is het zinloos, want dan zit je proef en dan breekt die halve week af. En dan hoeveel minuten van tevoren mocht ik naar die baan toe? Ja, de één proefje ervoor, dus 7 minuten. Oh ja, dus 7 minuten van tevoren mag je dan naar de andere baan toe. Daar liggen alle ringen op een rij en dan mag je daar alvast losrijden. Vond ik wel heel fijn, kon ik al eventjes zo een beetje naast een ring rijden. Ik hoop niet dat de persoon die daar reed last van had. Maar ik kon mooi eventjes oefenen wat hij deed in de ring naast een ander. Heb ook daar niet te hard hem aan het werk gezet, maar veel overgangen gemaakt. Even goed gezorgd dat hij scherp aan de hulpen staat. Dat is natuurlijk belangrijk wat je wil in zo'n proef. Dat je paard goed aan de hulpen staat. Dat je hem hij liep eigenlijk ook gelijk al heel goed. Ja. Dus dat, iedereen. Dus het was ook echt... Je komt dan natuurlijk best wel wat bekenden tegen. En normaal rijd je daar natuurlijk... eigenlijk de eerste keer een regiokampioenschap op een Fries. Ja. Maar rij je altijd op de KWPN'ers. Dus dat is natuurlijk best wel een beetje denken, oh, wat vinden mensen daarvan? Maar iedereen die stond een soort van, wauw, wat een mooi paard, wat een mooie Fries, wat loopt hij goed. Dus dat gaf ook wel weer extra boost om de ring in te gaan. Ja, zeker. Voor jou en voor mij ook. Ja. Nou, toen ging je erin. Ja, nou het gevoel was heel goed. Bokke was heel erg gefocust, voelde het voor mij. Dus ik ging ook echt de ring in dat ik dacht, zo, nou. Kom op. Ik eet jullie allemaal rauw. Nee, dus het zag er goed uit. Volgens mij kwam je ook met een supergevoel eruit. Ja, heel erg. Ja, ik ben dan natuurlijk toch een soort, na zo'n proef denk je dat, oh ja, dat moest bezig, dat moest dit. Dus dat zit dan in je hoofd. Ja. Maar jij zei eigenlijk meteen, oh, dat is echt heel goed. Toen ik de ring uitstapte, kwam ik een aantal bekende mensen tegen. Die zeiden eigenlijk ook allemaal, die mij eigenlijk ook alleen maar kennen van KWPN'ers en nu op een Fries zagen. Van jeetje, wat een goed paard, wat ging het goed. Je gaat vast bovenaan in de startlijst eindigen. Nou, dat gebeurde ook. Ja, ik ging bokken afzadelen. En jij ging naar de... Ik ging naar de kantine. Naar de dinges. Ja, want ze maken echt heel snel de uitslag bekend. Ja. Ook omdat ze iedereen natuurlijk door willen loodsen. Ja. Want en de finale die is dan een uurtje daarna. Dus dan kan je ook gelijk zien of je aan de beurt bent. Of je nog naar de finale moet of niet. Of dat je net naar huis kan. Ja, ik zat al een paar keer naar die dingen te kijken. En ik zag het niet, want ik zat ook een beetje bovenaan te kijken. En ik dacht, huh? En toen zag ik jou ergens op de 6. Want er ging de 5 door. En dan was je 6e. Nee, ik was 7e uiteindelijk. Oh, was je 7e uiteindelijk. Dus daar zat ik ook niet naar te kijken. Omdat ik dat ook totaal niet had verwacht. Nee. En toen, vertel het maar. Ja. Ik heb de protocollen hier. Ik heb het jury bij H. Had ik AC Hoekstra. Daar had ik 206 punten. En het coole aan deze proef is dat ik op de eerste plaats stond. Met echt wel, even kijken. 1, 2... Zeker wel 4, 5 achten. En de jury bij C, mevrouw N. Kruis. Ik weet echt niet of het mevrouw was... Jury N. Kruis, had ik 184,5 punt en stond ik op de 15e plaats. Ja. Dus dat is wel echt even een hele bittere, zure appel. Dat je natuurlijk eigenlijk eerste... Bittere pil. Nou, wat een beetje minder prettig was, is dan natuurlijk dat je bij één jury op de eerste plaats staat en bij de andere jury op de 15e plaats. Waardoor je eigenlijk wel kan vergeten dat je natuurlijk op die einduitslaglijst nog bovenin komt. Want zo'n maar wat moet je ook mee? Dat is ook vooral je kan er ook gewoon helemaal niks mee. Ook omdat het gevoel niet te plaatsen is, omdat het echt heel goed ging. Ja. Het hele gekke zeg maar is, als je de protocollen naast elkaar legt, heb ik voor 3 onderdelen bij de ene jury een 8 en bij de andere een 5,5. Dus je hebt eigenlijk bij de ene jury een ruim voldoende en bij de andere jury een onvoldoende. Dus... Een 8 in de KNS-jury is gewoon eigenlijk al gewoon, halleluja, je wint de Olympische Spelen. Ja, dus een goed. En een onvoldoende. Dus dat is voor mij gewoon... Kijk, Bokke heeft super fijn gelopen. En ik hou me vast aan de jury bij H. Waar ik natuurlijk eerste was met 206 punten. Maar heel de tijd zit in je hoofd dat je denkt... Ja, maar wat was er dan niet goed? Is deze jury dan te hoog? Deze jury te streng? Moeten we in het midden gaan zitten voor de volgende wedstrijd? Moet ik me dan voorbereiden op deze jury of op deze jury? Dus dat is wel echt eventjes... Wij zeggen altijd van, kijk, een goed paard heeft geen ras of geen kleur. Nee. Maar weet je wel, voor hetzelfde gaat fietsen het gewoon niks. Dat is natuurlijk gewoon, dat is gewoon irritant. Ja. Je kan er ook niet zoveel mee. Uiteindelijk is dan ook wel, degene die kampioen was geworden, is een Fries. Dus dan denk ik, het is niet dat ze tegen Friezen zijn, maar waarom vonden dan... jou op de Fries niet leuk? Mij op de Fries vonden ze niet leuk. Ik denk dat ze niet, het was een soort verrassingseffect. Ik denk dat dat het was. Nou, je moet gewoon, het ging supergoed. Dus je hebt hele goede ervaring gehad. Je hebt één hele goede bevestiging gehad. Ja. En we moeten door. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, we hebben al een mooie wedstrijdplanning gemaakt voor Bokke. Om eigenlijk voor te bereiden op de kampioenschappen indoor. Ja.
En eigenlijk weer te zorgen dat hij dan nog weer sterker is, nog weer beter. Dat ze eigenlijk gewoon niet en voor het M, denk ik dan, hè? En voor het M, dat ze gewoon niet omheen kunnen. Nee, heel goed, meid. Ik hou ervan. Ja. Oké, nou dan mag je afsluiten. Dan kan je weer bokken gaan trainen. Ja. Nou, dit vergeten we. Ik ga weer lekker bokken trainen. Nee, we vergeten die. Die steken weer in brand. Ja, deze. Het is wel leuk als je nog een lucifer bij houdt. Ja, zullen we dat doen? Zullen we hem verbranden? Jij hebt een aansteker. Nou.